Wij zijn Lisbeth en Kathleen van de dienst communicatie van de Karel de Grote Hogeschool. Wij zijn vandaag te gast bij de drukkerij in Oostakker, omdat wij met eigen ogen graag willen zien hoe onze 14e nummer van het magazine Ink van de persen rolt. Wij hebben daarmee de mensen van KDGTV meegevraagd om dat op beeld vast te leggen. Wat wij zelf heel plezant vinden aan het productieproces van Ink is dat er eigenlijk een heel intense samenwerking is met studenten, zeker met de studentenfotografie. Ik denk dat ongeveer 90% van onze van de foto's in Ink gemaakt worden door studentenfotografie. Het is eigenlijk een beetje co-creatie op verschillende niveaus binnen de hogeschool. Ooit brachten we ook een reportage over KDGTV en dat mogen we vandaag wel eens extra tonen nog, denk ik. Even onder de aandacht brengen, bekijk het goed, het heet Ink. Het is geschreven ook voor studenten, maar ook voor medewerkers, ook voor ex-studenten, alumni, ook voor onze partners in het beroepenveld. Dat is een hele brede doelgroep, dat beseffen wij wel. Maar toch zou het ons ontzettend plezier doen als ook meer en meer studenten het rand zouden nemen. Als iedereen het mag weten, één adres: nieuws@kdg.be.